Zoveel weet ik niet, hè. Goeie vriend Bol. Bolkom. 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 Goeie vriend Bol en beste vrienden. Het is niet te geloven. Wat is nu precies 730 dagen geleden dat we hier met z'n allen de verjaardag van de Pol hebben gevierd. Vorig jaar was het niet. Hij verwende ons toen gastronomisch, overvloedig besproeid met geestrijk nat. Begin 2017 moest hij alleen met José verjaren door gezondheidsperikelen van sommigen onder ons. Nu, op zijn 83ste verjaardag, zijn we weer allen present. Zo ervatten we met de traditie van vele, vele, vele jaren. We zijn echt allemaal geestelijk verheugd voor deze hechte vriendenkring en zeggen uit de grond van ons hart, Pol, gelukkige verjaardag en nog vele gezonde en inspiratievolle jaren. 14. Dus daar stonden in die kleine plaats stonden we allemaal opeengepakt. En achter mij komt nummer 15 binnen. En die zei, Alewie, zei ze. Dat was de gebuur van vroeger. Christian, de gebuur van vroeger, want die woont ergens anders. Alewie, zei ze. Ik kan natuurlijk doen zo en die doen zo. En op haar mond. Hoi. Ik zeg, je staat achter mij. En ze staat achter mij. Zat nummer 15, nummer 16 komt binnen, nummer 17 komt binnen. Nou, weet ik niet dat ineens, werd dat bij mij zo warm. Hier op mijn twee schouderbladen en ter hoogte van mijn staartbeen, stond hij toch zo kort tegen mij. En dan kwam ze nog korter en met haar mond aan het lelleken van mijn oor, zei ze. Ik verjaar vandaag. Ik zeg, ah, proficiat, doe ze. Ja. Ik zeg, hop, twee. Witte, hoe oud ik word, zei ze. Chris, dat weet ik niet. 69, zei ze. Nou ben ik ook een smassel. En altijd aan het oor van mij zo. En zo vezel zo. Dan ben ik ook een smassel, heb ik gezegd. En ik doe het geren, ik heb het geren, zei ze. Amai. Zo, wat zeg je die? Allemaal tegen u dan met die bakker. Nog niemand met een bakker tegen mij zwiest. Het is nog niet gedaan. Ik genant dat die mensen er rond, dat die het gaan horen. En zo zei ze, maar onze Gilbert, die doet het niet. Ik ken hem Ik zeg, ja, zei ze. Die doet het dan niet met mijn verjaardag. En de verjaardag die het dag. De coloriet gaat met ons bij Mensa, met de hogere IQ-klasse, of gaat men zeggen, die waren juist goed voor buitengewoon onderwijs. Hoe hebben de grote uit de geschiedenis hun plaats veroverd in de loop van de eeuwen? Met wie uit de geschiedenisboeken zouden we eigenlijk graag persoonlijk eens een keer contact kunnen nemen? Iemand die dood is. En ik heb er een uitgekozen en jij mocht allemaal zelf iemand kiezen. Ik zou graag kennis maken met de, en dan moeten nadenken, met de architect, de uitvinder, de filosoof. De natuurkundige, de scheikundige, de anatomist, de beeldhouwer, de schrijver, de schilder en de componist uit de Florentijnse Republiek tijdens de Italiaanse Renaissance. Het schoolvoorbeeld van de Homo Universalis. Allee, het is toch nog een ander begrip, terwijl we daar wij over spreken. Zie, ga zijn. Het is al een geleerde die de letteren tot ons gebracht heeft eigenlijk. En die heeft in Leuven de faculteit gesticht, waar ze drie talen moesten leren. En dat was het Hebreeuws, dat was het Latijn en dat was het Grieks. En al diegenen die studies gedaan hebben,
Dat waren de diplomaten van die tijd. Je ziet niet voor wat dat ze doen. Op de cd, met mijn mondmuziekje, zodat dat kan meezingen. Dan moet je dat op cd. Dan moet je de cd, Lili, uw chakos, zit dan. Mijn chakos. Dat kan niet meer. Ja, maar die kunnen niet meezingen. Drie vrienden, die gingen eens op zwier. Ze dronken geen water, ze dronken bier. Hier twee vrijlusten is naar mij. Ze dronken geen water, ze dronken bier. De tjenner die reed als Bob eens paraat. Ze zochten de cafeetjes, hun ijverke geen maat. Ik weet niet, dat het is dan mij. De zonder kakkeekers in eigen kent geen maat. De Pol was in vorm, hij was erop uit. Louis was bedaard, nog steeds de schavuit. Ik weet niet, dat het is dan mij. Louis was bedaard, nog steeds de schavuit. Ze kwamen in Basel, waar meneer had gestaan. Ze waren vlug weg, wat de stoel vloog op straat. 1, 2, 3, luister eens naar mij. Ze waren vlug weg, wat de stoel vloog op straat. Ze reden dan naar Putten, aan de Hollandse grens. Geen bal was er te zien, niets ging nog naar wens. 1, 2, 3, luister eens naar mij. In alles was er te zien, niets ging nog naar wens. Ze reden dan gezwind naar Mechelen terug. Door tetteren onderweg, waar dan los achter de rug. 1, 2, 3, luister eens naar mij. Door tetteren onderweg, waar dan plots achter de rug. Ze kwamen naar ras, in hele wijd tot rust. Bij Femina is er dan een dorst dus geblust. 1, 2, 3, luister eens naar mij. Bij Femina is er dan een dorst dus geblust. Er waren er ook maskers die liepen in gerust. Drie almoezen hier, ze hebben de moeder en gesust. 1, 2, 3, luister eens naar mij. Drie halmozen is, ze hebben de moeder dan gesust. Daar was er een blondist, die alles ervan wist. En Dalia is geen roos, maar de rest wordt er gegist. 1, 2, 3, luister eens naar mij. En Dalia is geen roos, maar de rest wordt er gegist. Ze kozen dan een café, en op doekje van de straat. Daar brandde een rood lichtje tot s'avonds laat. 1, 2, 3, luister eens naar mij. Daar brandde een rood lichtje tot s'avonds laat. Ze kwamen dan tot rust bij Strafferwin bier. Ze spraken over dood en de maskertjes van hier. Naar de maskers gaat. Dan moet je het jent, jent als een heel. Wel eieren van de hin zijn goed voor de man zijn pin. Ik kwam thuis en als vader zei, kom, ik zal hier een koppel eieren bakken. Ga je keirnaren, hè? Oh, ik eet keirnaren. Met de nodige peper. Maar na, dan de nodige zout. Moet ik aan die zaken van de pan. Dat over de doe je. Ik heb er die boot. Ah ja. Nee. Hoe komt dat u maag dan niet?